maar jongen, heeft u misschien iets bijzonders voor mij? Mooi pyjama. Pardon? Dat was heel erg inspirerend, meneer. Echt waar. Nou ja, je loopt niet elke ochtend rond in een pyjama. Hé, een brief. Dat is net wat ik nodig heb. Bedankt, jongeman. En nog een fijne dag. Wat staat er precies op? Het is niet waar, hè? Dat moeten de anderen weten. Jongens, ik heb jullie opgebeld omdat ik iets heel belangrijks te vertellen heb. Oh nee, hè? We gaan toch zeker niet weer een excursie houden, hè? Nee, Silvano, we gaan toch geen excursie houden? Misschien gaan we wel... Gaan we naar een restaurant eten? Nee, meneer de boswachter, dat gaan we ook niet doen. Ik heb jullie trouwens bijeengebracht omdat ik iets belangrijks heb te vertellen. En wat is dat dan? Nou, we gaan naar China. Naar China? Oh, ik weet wat dat is. Dat is zeker het land waar ze natuurlijk met stokjes eten en waar ze andere letters hebben. Inderdaad, Silvano. En gaan we daar misschien op vakantie of zo? Nee, natuurlijk niet. Nou, of een beetje, maar het is eigenlijk geen soort vakantie hoor, meneer de boswachter. In China is er een Chinese Ming-vaas gestolen en wij moeten dus die Ming-vaas weer terugbrengen naar de eigenaar. Oh, maar dat is enig. Maar één probleempje, Ricardo. Hoe komen we eigenlijk in China? Ach, meneer de boswachter, dat heb ik al geregeld. Ik heb al een helikopter klaarstaan en daar gaan wij naartoe. Ja! Wie lachte daar zo raar? Daar moet je mij niet aankijken. Ik was het niet. Oh, dan heb ik me zeker verkeerd gehoord, zeker. Zeg, Ricardo, ik dacht dat we naar een tuin gingen waar het lente was, maar ik zie, er zitten hele hoge bergen. Het lijkt net alsof je niet in China bent, maar ergens anders. Nou, meneer de boswachter, dat kan ik u misschien uitleggen. Die bergen, dat is dus een andere plek. Daar ligt Tibet. En in Tibet, daar is het bijna heel erg koud, moet ik je zeggen. Dus als je naar die bergen gaat, dan ben je in Tibet. Ja, zeker weten. Ni hao, shama deyo, yoshimako, mata. Wat zegt hij allemaal? Ik zou het niet weten. Ik versta geen Japans. Hallo? Bent u degene die de brief heeft ontvangen? Ja hoor. Mero hane jo lingo. Ane hano dotja. Niau. Zeg Ricardo, dat meisje hier ziet er pres prachtig uit. Ik zou wel met haar uit willen gaan. Zeg me niet de boswachter, kun je misschien eventjes niet aan jezelf denken? Dit is een hoge situatie. Sorry. Hoshi, ik han na yoga da da yisha. Tommy had hij yoga da yisha. Zeg Ricardo, weet u misschien wat ze allemaal hebben gezegd? Ik zou niet weten. Ik geloof dat we ze moeten volgen. Dus als ik het nou goed begrijp, ga jij dus vertellen waar die Ming-vaas verborgen is. Ja hoor, ja hoor, dan hoor je naar haar. Je had het al, je zag het al eens, kook het al vast. Je had me altijd al, wat al eens. Ricardo, ik denk dat ik weet wat hij heeft gezegd. Hoe weet je dat dan, Silvano? Ken jij misschien Chinees? Nee, maar ik heb trouwens een vertaaldetector. En op die dictaaldetector kan ik dus horen wat ze zeggen. Oh ja, en wat zegt die Chinees dan? Nou, dat is heel eenvoudig. De Ming-vaas werd pas geleden gestolen door een lachende nar. En die lachende nar, die heeft dus een schuilplaats gevonden
Een schouwplaats waar hij allerlei vazen bewaart. En niemand heeft die schouwplaats ooit ontdekt. Silvano, je hebt het raadsel opgelost. Wat voor een raadsel? Silvano, nu weten we dus waar de Ming-vazen gestolen worden. Oh ja? Ja, natuurlijk. In de schouwplaats van de nar. Nou, bedankt voor je uitleg, meneer de Chinees. Hajimamoshito. Silvano, als we klaar zijn met onze missie, moeten we toch iets met de boswachter doen. Oh ja? En hoezo? Hem uithalen met die hypnose, want ik denk dat hij smor verliefd is. Silvano, moet je eens kijken wat er op de grond staat. Hé, dat lijken wel voetsporen. Silvano, dat zijn voetsporen. Dat zijn zeker die sporen van die nar. Ik denk dat zijn schouwplaats niet ver in de buurt is. Zeg Ricardo, zal die nar denken dat wij hier achter hem staan? Ik zal hem maar beter niet meer storen, want straks krijgt hij ons, heeft hij ons te pakken. Kijk, de Ming-vaas! Wauw! En dat is nogthans een mooie. Ja. Nou, had die Chinees eigenlijk toch gelijk. Oké, Silvano, nu moeten we die Ming-vaas zien mee te nemen zonder dat de nar het ziet. Silvano, jij bent expert, dus pak die Ming-vaas. Waar wacht je nou op, Silvano? Pak hem! Kijk nou eens, het is me gelukt! Goed zo, Silvano. En nu snel wegwezen, voordat de nar ons ziet. Nou zeg, het lijkt erop of die nar gewoon ons negeert. Hij heeft ons gezien! Wat nu? Ja, wegrennen! Wakanado! Ja, kamatana kototo kokoma, Johanastana! Nou, het kan misschien wel eventjes duren totdat ze hier zijn. Inmiddels ben ik gelukkig nog gezellig met mijn echtgenoot. Oh, Ricardo, zie je soms nog ergens die nar? Nee, ik denk het niet. Volgens mij zijn we hem kwijt. Mooi zo. Yo, anjomedri, mikatayo. Nou, het was eigenlijk wel genoeg hoor. Ja, en als wij die Ming-vaas niet terug hadden gevonden, hè? Ja, dan weet je wel waar het zit hoor. Nou, ik moet toegeven, Silvano. Ik geef jou een flinke schouderklop. Nou. Dat was de Chinese Ming-vaas. En hoe was je dan van plan om die schade te betalen, Ricardo? Ja, mooi, ja, dat was te maken. Hoe kan ik een kokot dat kan we je wat dat kan we ja? Simico, als je zo zie je ook als dat jongen. Dat is niet zo erg, Ricardo. Hij zal heus niet kwaad worden. Er worden wel meer dan duizenden Ming-vazen hier in China gemaakt. Oh, dat is gelukkig nog goed nieuws. Zeg meneer de Chinees. Ik zou graag met uw dochter willen trouwen. Kunt u me misschien vertellen wanneer het huwelijk begint? Meneer de boswachter. Het zou je nooit lukken om een meisje te versieren. Jullie passen niet eens bij elkaar. Moa, dat is jokoshi. Mia, yo, shomago, wakatodo. Hii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